In Theater de Boemel in Tilburg organiseren het Brabants Dagblad en Tilburg University drie Brabant Dagblad colleges. Met als thema Jong en zoveel verleidingen. Op 17 november sprak hoogleraar Stefan Bogaerts over de keerzijde van internet. Wel, vanavond ging het over verleidingen op het internet. Internet is een digitale speeltuin met heel veel verleidingen waar kinderen aan blootgesteld worden en daar ook gretig gebruik van maken. En de vraag is natuurlijk, wanneer wordt iets een risico en hoe kun je daar als ouder iets aan doen? Belangrijk is de manier hoe dat je daarmee omspringt. En we moeten een onderscheid maken tussen, ga je daar eigenlijk op een vrij koude wijze mee om, dat je gewoon kinderen informeert van dit mag wel of dit en dit mag niet. Of ga je daar op een warme wijze mee om, dat je eigenlijk de interactie met je kind opzoekt en dat je gewoon samen achter de laptop of achter de tablet gaat zitten en kijken van wat biedt dit internet nu en wat zijn de risico's en wat zijn geen risico's. Het zijn opvallende zaken hoe kinderen met internet omgaan. Wel, kinderen zijn zo vindingrijk. Dit zijn nieuwe vaardigheden die zij zo snel onder de knie hebben. Vaak zelfs sneller dan de basisvaardigheden waar 19 en 11-jarigen voor staan. En ze zijn ook zo vindingrijk om ouders te misleiden. En vaak doen ze dat op een heel eenvoudige wijze. Door bijvoorbeeld, wanneer ze chatten met hun vriendje, door een hekje te gebruiken wanneer de mama of de papa achter de rug meekijkt. Om duidelijk te maken van, opletten, een van mijn ouders kijken mee. Het is eigenlijk wel van alle tijden. Natuurlijk deden wij vroeger ook zaken stiekem. En waren we ook bezig met het misleiden van ouders. Dat maakt deel uit van het groot worden, dat maakt deel uit van de ontwikkeling. Waren er nog interessante vragen uit het publiek? Wel, er was een mevrouw die vroeg van, maar hoe doen ze dat dan? Die codetaal naar elkaar doorsturen. Ja, ik heb mevrouw gezegd, men gebruikt een hekje of men gebruikt een apenstaartje. En van zodra je erachter komt, dan gaan ze gewoon een ander teken gebruiken. Dus met andere woorden, je komt er nooit achter. Moeten we ons zorgen maken? We moeten ons geen zorgen maken. We moeten heel die digitale wereld, we moeten dat eigenlijk omarmen. We moeten wel alert zijn dat er ook een echte dark side is. Maar dat is de dark side waar het dan echt gaat om misbruik, waar het gaat om echte criminaliteit. En dat is eigenlijk een hele aparte wereld waar onze kinderen gelukkig maar heel zelden mee te maken krijgen.